Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij de Innovation Awards 2010. 325 inzendingen. We gaan beginnen aan de uitreikingen van de categorieën. De winnaar is Appie geworden. Die vonden wij Smart Science. Marduk de winnaar was. De winnaar in deze categorie is TikTegel. De winnaar is... 10pages.com. De winnaar is... Katawiki. En de winnaar is Marvin. De grand finale. We gaan praten over de top 5 genomineerden. Maar eerst wil ik een speciale prijs bekendmaken. Maria Leiding van Smart Science en Valentin van der Landen van 10page.com. Dus laat hem maar zien. Katawiki. Ja. In al onze wijsheid hebben wij iets besloten. 10page.com. Digital Home hebben wij gedaan. Dat was een veruit de makkelijkste taak die wij binnen de jury hadden. Het was een hele kleine groep. 25 inzendingen zag ik net. Pieter Pauls lijstje. Ik dacht zelf dat het er maar 17 waren, maar kennelijk hebben we er een paar gemist. Marduk is de laatste. Dat is ook zo'n web- en tv-versmelting, zeg maar. Met allerlei laagjes eroverheen, social media. En het is een hele rijke applicatietoepassing. Dus eigenlijk voor iedereen ligt zeg maar, een rich media kanaal dan binnen handbereik. Dat vonden we toch wel een hele aardige. Ja, dat was het. Alle 5. En we hebben er helemaal niet zo lang over gedaan eigenlijk. Om te besluiten dat Marduk de winnaar was. Gefeliciteerd. Wie ben je? Ik ben Hidde Kros van Marduk. De jury had eigenlijk maar één vraag. Bestaan jullie over een jaar nog? Absoluut, en niet alleen in Nederland. En hoe ga je dat doen? We zijn er al mee begonnen. We gaan met een steun van een grote omroep een internationaal netwerk voor journalisten in emerging economies beginnen. Met een grote omroep erbij. En er komt een Europees kanaal waarvan we nog niet mogen zeggen wat erop te zien is. Maar het wordt wel heel leuk. Heel goed, gefeliciteerd. First of all, congratulations. Thank you. It's, well, incredible. We're very, very happy. Yeah. And why do you think the Accenture Innovative Innovation Award is so important for you, for Marduk? First of all, it's maybe even a little bit ironic that we get the Digital Home Award, because I think the girlfriends of the developers, Dan and Daniel, Niels, Yuri, Arias and a lot of others, I think the girlfriends didn't see them very much the last few years, so we really, really invested a lot of this in inspiration, in hard work. So this is also for them, I guess. And can you tell me in one sentence, what is Marduk? Marduk is the perfect merge, perfect combination between the two biggest media, web and television. So if you mix them together, this is what you get. Yeah, Marduk. And now you win this beautiful prize. Now what's going to happen for the future? A lot of plans, but some of them are already set in motion. So we're going to be a pivotal component of a new European internet TV platform. And also there will be a huge network of journalists from emerging economies, emerging countries. Together with a big TV station.
So can you say Marduk goes international? Yes, we really, really want to go abroad. So can you say Marduk goes international? Marduk goes international!